In deze video laten we je zien hoe je de look en feel van je recente appscherm aan kan passen. Om de volgende stappen uit te voeren heb je de GoodLock app nodig. Bekijk de eerdere uitlegvideo die we maakten om GoodLock te installeren. Open de GoodLock app. Druk onderin het menu op Make-up. Scroll naar Home-up. Druk op het download-icoon rechts van Home-up. Druk op Installeren. Wanneer de module is geïnstalleerd, kun je deze vanuit je Samsung GoodLock app openen. Open de GoodLock app. Druk op Make-up. Open Home-up. Druk op Start. Druk op Toestaan. Zet Home-up aan. Druk op Task Changer. Schakel Not in Use in. Onder Layout Type kan je verschillende types kiezen waarop je jouw recente appscherm kan tonen. Je kunt nu een keuze maken tussen de 5 opties. Onder Detail Settings kun je nog meer opties aanpassen. Schakel Mini Mode in om de recente apps kleiner te maken voor eenhandgebruik. Schakel Center the Currently Running App in om de app in gebruik te centreren. Schakel App Label in om de naam van de app weer te geven. Schakel Search Bar in om zoeken mogelijk te maken. Schakel Recommended Apps in om de aanbevolen apps weer te geven. Nu weet je hoe je de opmaak van het recente appscherm aan kan passen. Meer tips over het gebruik van Samsung? Abonneer je nu op Samsung & You en bekijk wekelijks nieuwe video's.